Yo, wat up gasten, welkom bij deze hele nieuwe video Banjo Town. Vandaag ga ik praten over de geschiedenis van dansmuziek en andere films. Het is misschien een beetje raar, maar ik leg het je uit na de intro. Heel weinig mensen weten het van mij, maar ik kijk best wel veel dansmuziek musicalfilms. En ik vond het wel leuk om een keer erover te gaan praten. En geen zorgen, ik ga het hebben over de geschiedenis, maar ik ga het niet hebben over echt oude films zoals Singing in the Rain, wat een klassieker is, of Rock Around the Clock. Maar één film wil ik er toch even uitlichten, namelijk The Dictator. Voor mijn gevoel was dit eigenlijk een van de allereerste klassieke dansscènes die er ooit gemaakt is, namelijk van Charlie Chaplin, de bekende film over Adolf Hitler, waarin op een gegeven moment Charlie Chaplin ging dansen met de Wereldbol. Die films waren in de jaren 50 of daarvoor. Gedurende de jaren 60 werden de muziekfilms iets, hoe zeg je dat, meer concertachtig. Ik bedoel, neem bijvoorbeeld Elvis met Aloha from Hawaii. Dat was een van de drugsbezochte, meest bekeken tv-uitzendingen aller tijden. Volgens mij waren het 1,5 miljard mensen die daarna hebben gekeken. Later in de jaren 70 kwam er voor het eerst een musicalfilm. Althans, er waren wel musicalfilms geweest, maar dit was wat groter, bijzonderder. Ik bedoel, Mary Poppins was ook al in de jaren 60. Maar nu kwam je meer bij The Sound of Music en natuurlijk een van mijn eigen favoriete films, Jesus Christ Superstar. Het is een hele rare, gekke, controversiële film over het leven van Jezus Christus, gezongen in een musical versie? Ja, een versie, een musical versie. Het vetste aan die film vond ik eigenlijk nog wel dat er een soort knipoog in zat met tanks. Ik bedoel, come on, hoe vaak zie je tanks rijden in het verhaal van Jezus Christus? Hey, dit heeft niet veel met dans te maken, maar toch. Nu we het toch over muziek en Jezus Christus hebben, een andere film die ik ook echt even toe moet lichten is wel Life of Brian. Een legendarische scène van Monty Python waar ze allemaal gekruisigd aan het zingen waren. Always look on the bright side of life. Ik denk dat heel veel mensen het liedje wel kennen, alleen de scène uit de film niet. Terwijl de scène uit de film, ja, net zo hilarisch is als het nummer zelf. Echt waar. Life of Brian, check die film. Leuk om te melden trouwens, Monty Python heeft even later ook gewoon nog musicals gedaan van The Life of Brian. Of nee, niet The Life of Brian, maar Camelot, geloof ik. En later in de jaren 80 kwamen er nog heel veel meer musicalfilms. Ik moet mijn telefoon erbij pakken. In de jaren 80 waren er namelijk bijvoorbeeld Fame, Footloose, Cabaret, Grease. En eigenlijk een van mijn eigen favoriete, dit zijn er trouwens 4 voorbeelden, een van mijn eigen favoriete films aller tijden, The Blues Brothers. Het is een beetje raar, het is niet echt een musicalfilm, maar zeker weten wel een dansfilm. Met dat gruwelijke nummer op het einde waarbij ze losgingen. En als je het hebt over een gruwelijk nummer op het einde en je hebt het over de jaren 80. Sorry dat ik het zeg jongens, maar het moet echt gezegd worden. Dirty Dancing met Time of My Life. Het is misschien een beetje twijfelachtig als ik het benoem, maar toch, het is een van de meest klassieke dansen ooit gedaan in een film. En de jaren 80 en muziek was natuurlijk ook het thema van Michael Jackson. Natuurlijk, met zijn mega hit Thriller heeft hij een stukje van de wereld en van ons hart veroverd. En even later kwamen daar ook nog heel veel andere legendarische videoclips bij, vanaf Smooth Criminal tot aan Bad. Tot aan eigenlijk een van mijn favorieten was ook nog wel Black or White. Maar dan zijn we alweer in de jaren 90. Wat mij verder helemaal niet uitmaakt, want de jaren 90 was mijn jeugd. Disney, dankjewel. In de jaren 90 gingen we allemaal dansen en zingen op de films van Disney. Met als persoonlijk hoogtepuntje The Lion King. Het is het meest mannelijke antwoord wat een man kan geven op de vraag: wat is jouw favoriete Disney film? Maar laten we eerlijk wezen, alle vrouwen zeggen De Kleine Zeemeermin. Ook heel leuk, maar The Lion King was beter. Volgens mij weet iedereen wel dat na de jaren 90, zeg maar na het jaar 2000, dat Disney wat is gestopt met het maken van musicalfilms. Ik persoonlijk heb mijn troost kunnen vinden bij de makers van South Park. Hun brachten namelijk een van mijn favoriete films aller tijden uit. South Park Bigger, Longer, Uncut. Een van de gruwelijkste muzikale films aller tijden. In alle eerlijkheid zat er niet een hele grote danssolo in. Althans, die zat er wel in, maar het was getekend. Maar toch, ik moet hem benoemen, oké? Okay? En nu we het toch hebben over geanimeerde films van de makers van South Park, ik benoem hem ook even. Team America. Een paar gruwelijke nummers kwamen daaruit. Het was vet. Alleen rondom het jaar 2000 is denk ik wel mijn favoriete dansscène aller tijden gekomen. Veel mensen kennen hem. Sterk, ik denk dat iedereen hem kent. Austin Powers met het dansje van hem. Iedereen kent dat toch? En na Austin Powers kwamen er heel veel dansfilms. Volgens mij begon dat ongeveer met Step Up en dat is nu helemaal doorgegaan tot Battle of the Year. Die dansfilms worden tegenwoordig beter en beter en beter dan ooit. Die choreografen steken er ook geloof ik fucking veel werk in.
Ik heb zelfs op Google gevonden dat er nu speciale filmchoreografen zijn om films te choreograferen. Dat is natuurlijk ook heel wat anders dan toneel. En dat is alleen wel even om aan te geven hoe groot die industrie is geworden. En natuurlijk heb ik jou een paar oude dansfilms laten zien. En ik wil jou heel graag het verschil laten zien met een huidige moderne dansfilm. Zoals Battle of the Year, die dit jaar is uitgekomen. Sterker nog, hij komt binnenkort uit. Dus je ziet een stukje van de trailer van de film die binnenkort in de bioscoop is. Een goede coach kan zijn team naar de championship. Maar een goede coach kan elk team in elk sport naar de top. I'm here to make you a proposition. This right here is Battle of the Year. We created this sport, but now an American team hasn't won in the last 15 years. I want you to coach my crew. I was a basketball coach. These guys are athletes. You can make them champions. Leuk om te vermelden bij Battle of the Year is eigenlijk nog wel dat Chris Brown en Josh Peck van Drake & Josh. Ja, die oude dikke Josh, die is nu slank geworden en die doet mee in deze film. En hij danst. En daar stond ik nog wel van te kijken eigenlijk. Veel mensen weten al dat ik heb gekeken naar Drake & Josh. Die hebben dat gezien in mijn afvalvlog een paar dagen geleden. Maar toch, jongens, ik wou dit heel graag aan jullie vertellen. Een keer iets meer geschiedenis over dans, zang en muziekfilms. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat het me weten in de reacties hier beneden. Vond je dit tof? Geef het dan een groen duimpje. Deel het desnoods met al je vrienden. En laat een onderwerp achter voor de volgende keer. Misschien ga ik dan wel weer iets vertellen over ander soort films, games of wat dan ook. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later.